Hallo damvrienden, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video gaat het over hoe je een slagje uit kan halen. In les 2 tot en met 6 van de damcursus voor beginners leer je hoe je een slagje uit kan halen met een formatie zoals een vork en een staart, maar ook via een prikker en door een tweegever. Soms kun je namelijk één of meerdere schijven weggeven om er veel voor terug te krijgen en dat is erg belangrijk om een slagje uit te halen. Ik laat je zien hoe dit allemaal werkt. Wit kan hier winnen met een slagje, maar eerst moet wit wel een schijf geven. Wit speelt deze sterke zet. Zwart moet verplicht slaan. Nu kan wit met deze schijf 3 zwarte schijven slaan en wint daarmee de partij. Laten we nu een slagje bekijken met de prikker. Met een prikker probeer je een gaatje te maken in de zwarte stand. Je prikt een zwarte schijf weg om een leuk slagje te kunnen maken. Wit kan hier een gat maken door deze zwarte schijf weg te halen. Eerst moet hij 2 schijven weggeven en wit slaat vervolgens over 3 schijven naar dan. Soms blijven er na een slagje een paar schijven staan. Dat is niet erg, want de overgebleven stand wordt wel gewonnen. Nu kan je zelf op zoek naar slagjes in les 2 tot en met 6. Vergeet ook niet examen A over slagjes te maken. Veel plezier met oefenen en kijk ook de andere damvideo's om meer te leren.